Nou Wim, dit was de wedstrijd wel voor vandaag, hè? De wedstrijd was het wel, hè, voor vandaag met het weer. Ja. Ja, vertel het maar even. Gelukkig met een puntje. Niet verwacht. Dat is dan een compliment voor een elftal dat uiteindelijk zelfs met 8 man komt te staan. Dat heb ik een keer eerder meegemaakt in de competitie, maar dan aan de andere kant. Dat is het meest positieve. Ik moet nog gelukkig hebben, de beelden die worden altijd hartstikke mooi verzameld door Sportlust TV. En dat komt nu weer heel goed uit. Ik denk, mijn waarneming is met name de eerste rode kaart een belachelijke. Maar dat wil ik pas echt zeggen op het moment dat ik de beelden heb gezien. Want anders beschuldig ik iemand vals. En dat was aanleiding voor een hele rits rare acties. En ik ben niet degene die een scheidsrechter openlijk bekritiseert. Want meestal is dat de minst slechtste van het veld op ons niveau. Maar vandaag, ik vond hem ook zoals hij na de wedstrijd reageerde. Nou ja, goed, je ziet, ik ben vrij rustig. Maar hij totaal niet. Dus hij voelt ook ergens dat hij het niet goed doet. En ik weet niet waardoor hij onder de indruk is. Is het omdat we bij Xerxes spelen? Nou, dat is ook een hele normale club. Is het omdat Joop Hiele langs de kant staat met een grote mond? Ik weet het niet, maar hij was aardig onder de indruk. Ik weet niet of hij ons gezocht heeft, maar je kan ook wel scheidsrechters hebben die het te goed willen doen. Maar goed, neem niet weg dat we een moeilijke wedstrijd speelden. Met een tegenstander die uitstekend kan opbouwen op eigen helft. Maar heel eerlijk, en ze staan waar ze staan. Als jij zo opbouwt, maar je hebt gewoon echt geen aanval, geen middenveld. Ja, dan is het verhaal ook snel verteld. 80% de bal hebben en 0 kansen. 1-0 voorstaan tegen 8 man komen staan, 1-1. Een hele labiele ploeg. Hij ziet het. Ik denk dat de eerste helft met name aan 2 ploegen was die verdedigend goed stonden. En in het middenveld de ballen speelden. Maar alle 2 aanvallen geen potten konden breken vandaag. Nee, dit was dus een wedstrijd waarin we zogenaamd ons verlies moesten nemen. Een verlies in de zin van, zij wat meer de bal. Ze speelden uitstekend. Het is een groot kunstgrasveld. Ze lieten de bal uitstekend, behoorlijk geprogrammeerd van voet naar voet. Kwamen telkens met een vrije man op de middenlijn. Maar dan. Ja, dat is uitstekend. Dus onze mogelijkheden lagen precies daar waar zij het heel goed doen. Het is dus een goede opbouw. Elke keer de bal verliezen bij de spits, rond het middenveld. En wij proberen met een snelle tegenstoot. Het is normaal niet ons spel, maar vandaag was dat onze kans. En die zat erin. Maar ja, dan valt die, en dat is dan de pech, een bal uit de lucht. Op de lat. Ja, nou ja, goed, dat kan een keer gebeuren. Ik had graag gezien dat hij op deze manier aan onze kant was gevallen. Want dit is een ploeg, CX6. Kan geen kampioen meer worden. Speelt voor na-competitie. Nou, zo voetballen ze ook. Ja, de Kokkie speelde daarvoor eigenlijk een perfecte wedstrijd. Had alles klein vast, stompt alles weg. Ja, en een lullig moment. Ja, nee, dat is dan het verhaal. Ja. En dat kleeft ook een beetje aan Kokkie. Doet het uitstekend, want hield ons echt goed in de wedstrijd, ja, met 1 of 2 goede reddingen. Maar was ook geconcentreerd. Ja, dan valt ze, dan hoop je dat hij hem gewoon over de lat heen tikt. Maar dan, hij gokt erop, hij valt in mijn handen. Ja, als dat dan het verschil gaat maken. Goed, uiteindelijk toch veerkracht getoond. Met bluff. Uiteindelijk zelfs 8 man. En dat baart me dan het meeste zorgen. Een scheidsrechter kan een fout maken. Maar die fout die moet dan zich beperken tot deze wedstrijd. En hij sleept, op deze manier sleept hij ons verder de competitie in. Want we missen straks 3 spelers met rood. Waarvan er 2 in ieder geval zeer discutabel zijn. En dan weet ik, waarom wil je zo'n prominente rol spelen? Het is onbegrijpelijk. Ja, dan begon al vrij vroeg in de wedstrijd al dat hij een paar rare beslissingen nam. En ja, hij was er bepaald niet consequent in. En je zag dat bij ons 2 rode kaarten vielen. En toen ging hij ineens voor allerlei futiliteiten tegen Xerxes fluiten. Maar ja, dat was duidelijk te laat. Ja. En jammer, maar je mist door 2 rechtstreeks rode kaarten. Jongens, mis je gelijk 2-3 wedstrijden. Ja. En niet 1 wedstrijdje. Dat dus volgende week mis je gewoon 3 man. Zou kunnen. Ja. Ik weet niet wat er de bedoeling van is. Misschien moeten we ook de rode kaarten gaan aanvechten. We hebben goede beelden. Ik ben benieuwd. Een rode kaart zou je misschien kunnen aanvechten. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of het heel veel zin heeft. We moeten wel naar onszelf kijken. Het is wel een gegeven dat we uiteindelijk wel in een situatie komen dat de scheidsrechter kan beslissen voor een kaart of wat dan ook. Dus dan zit er dan toch iets te veel frustratie. Ik vind het ook apart waarom onze ploeg, mijn ploeg, voor mijn gevoel zo vaak de scheidsrechter tegen heeft. Ik kom dat
doordat we te irritant zijn in het veld, de langste kant. Weet, of is de scheidsrechter te veel geïmponeerd, zeker hier in het Rotterdamse, in het Haagse, met bekende trainers op de bank. Dat ze toch op een of andere manier daarvoor gevoelig zijn. Ik weet het niet, maar het is wel een feit dat het gebeurt. Kunnen we vandaag afsluiten. Schaafzander gelijk gespeeld, Nooddorp verloren, Deltasport verloren. De twee winnaars van dit weekend zijn Feyenoord en Brielen, denk ik. Maar wij blijven netjes in het spoor, het ene punt. En volgende week thuis tegen Schiebroek. Ja, nee, is een goede korte analyse. En we zijn in ieder geval niet de verliezer geworden van het weekend. En dat had gekund vandaag, als je mat verloren en met acht man komt te staan. Nu voelt het nog als een gerechtigheid. En we zijn er nog steeds bij. En dit gaat op de laatste dag beslist worden. Oké, Wim, bedankt. En een heel prettig weekend toch. Tot volgende week thuis tegen Schiebroek.